Wat de griffier doet hangt heel erg af van het profiel wat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Nou, zelfverkering in de gelukkige omstandigheid dat Almere de gemeenteraad een sterk en stevig profiel heeft vastgesteld. Dat betekent ook dat ik adviseer, dat ik coach, dat ik feedback mag geven. Dat ik zorg voor de communicatie naar de inwoners toe. Ook aanspreekpunt voor inwoners ben, maar ook heel nadrukkelijk mag en kan nadenken over ontwikkelingen van de gemeenteraad. En dat maakt het vak heel erg mooi in mijn beleving. Er zijn zoveel mooie voorbeelden waarin een goede samenwerking tussen raad en griffier leidt tot hele belangrijke dingen in de lokale democratie. Door middel van bijvoorbeeld het organiseren van informatiemarkten of het organiseren van ronde tafels, zoals wij dat noemen, waarbij hoor en wederhoor plaatsvindt. Heel belangrijk omdat contact met bewoners en organisaties een van de valkuilen is voor raadsleden om onvoldoende te hebben. Een goede griffier, naar mijn oordeel, is iemand die allereerst respect heeft voor mensen. En die ten tweede nadrukkelijk ook liefde heeft voor politiek. Een belangrijk aspect is ook de balans houden in de gemeenteraad, ook naar raadsleden en naar fracties toe. Dus het mag niet uitmaken of je de PvdA of de PVV ondersteunt, of je de VVD ondersteunt of de SP ondersteunt. Je moet een gelijke kwaliteit bieden en de partijen moeten gewoon weten dat zij recht hebben, maar ook krijgen de maximale kwaliteit van de griffier, ongeacht kleur en afkomst. Bij aanvang van een periode moet de raad zich bewust zijn dat ze dat werkgeverschap goed dienen in te richten. Een griffier is een medewerker van de raad. Daar moet je goede afspraken mee maken. Je moet de regelmatige werkoverleg hebben om die afstemming steeds te behouden. Het gaat niet alleen over inhoud en proces, maar het gaat ook over de menselijke samenwerking die je hebt. Je bent van elkaar afhankelijk en dat moet gevoed en gewaardeerd worden. Wat de griffier van de gemeenteraad mag verwachten is allereerst duidelijkheid. Duidelijkheid over het profiel en wat ze vragen van de griffier. Het tweede is ook een duidelijke feedback dat ook een raad gelijk teruggeeft op het moment dat er dingen niet helemaal lopen zoals ze dat wensen. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld bij verkiezingstijden. Dan wordt er gepubliceerd over partijen en dan blijkt één partij net eventjes meer aandacht te krijgen dan een ander. Dat zit een fractie en een partij dwars. Dan is het waardevol dat dat gelijk bij de griffier wordt geuit. Nou, en dat vraag je eigenlijk van de gemeenteraad. Als je een keer fouten maakt, geef de kans om te corrigeren. Een tip die ik graag mee zou willen geven aan raadsleden is investeren in je griffier aan de voorkant. Dus probeer hem of haar ook wat te leren kennen. Daar heb je alleen maar baat bij. Want het is niet alleen vakkennis, maar het is ook relatiewerk. Mijn allerbelangrijkste tip is dat je aan de voorkant van elke periode als raad jezelf bewust moet zijn van hoe belangrijk een griffier en een griffie voor jou als raad is. Goed werkgeverschap is meer dan het alleen maar afvinken van processen. Het gaat ook over het goed zorgdragen voor elkaar als mensen.